Zo jongens, auto staat weer geparkeerd. Geen idee waar, maar daarachter heb ik in ieder geval een Basic Fit. De sportspulletjes liggen weer klaar. Dan gaan we even lekker douchen. En dan gaan we daarna eens eventjes het mooie Gelderland bevissen. Eerst even gymmen en daarna gas erop. Ja jongens, het is niet normaal. We zijn aangekomen in het oh zo gekke Gelderland. Tijd voor alweer de vijfde nacht van deze serie. En ja, zoals jullie zien ben ik toch wel een beetje moe aan het raken. Maar dat maakt niet uit, want we gaan gewoon door. Net wel even lekker opgefrist in de Basic Fit. Even een douche gepakt. Even lekker gesport. En kunnen er weer even tegenaan. Mooi geschoren, tandjes gepoetst, haren gedaan. Nou, wat wil je nog meer? Ik ga in ieder geval eventjes de spullen uitpakken. Degene die, waarmee ik ga vissen zit al op de stek, dus die komt hier even heen lopen. En dan gaan we richting de stek. Let's go. Yes, we zijn aangekomen. Vannacht vissen we met? Drino, man. Ja, toch. Kijk, dus de spulletjes zijn we aan het pakken. Het is een mooi watertje. Wat voor water is het precies? Het is een watertje, denk ik, 1 hectare. Het is een bioen, een velp. En ja, man, het moet lukken, visje. Juist, er zijn gemiddeld gewicht een beetje 12, 13 kilo of zo. Ja. Nou, dat klinkt niet verkeerd. Nee. En we gaan sowieso een vis vangen. Kijk, hoppa. 100%. Lekker. Ja, jongens, daar staat het karretje. En jouw spullen staan er ook. Zeker. Nou, moet je dit. Zo. Moet je dit eens even zien, hé? Wat is dit nou voor een unit? Gekke huis. Dat zijn nog eens boten. Dan kan je op de Noordzee even vissen, jongen. Titanic. Hé, maar we gaan. Even een rondje om het water gelopen. En we gaan nu eerst even met de drone. Even kijken of we ergens vis kunnen spotten. Verder zijn er gewoon wat hotspots waar we wat hengeltjes naartoe gaan varen. En, we gaan ermee beginnen jongens. Let's go. Het eerste richtje is helemaal ready om erin te gaan. Ik vis een onlijntje van ongeveer 20 centimeter met een haakmaatje 4. De bol is de Tigernet Crush van tijgernootkoop.nl. Afgewerkt met een stukje kurkt in, die de bol dus een stuk lichter maakt. En verder niet te gek. Geen poespas erop. We gaan hem in het bootje leggen. Wat we erbij gaan voeren is niet zoveel. We doen er misschien 2-3 bollen bij, een beetje gekrumde bol. En het moet helemaal goed komen. Ja jongens, ik zat deze bollen in de boot te doen. De Tijgernet Crush. Je ziet ze. En deze man, wat hij ermee doet, die stopt hem gewoon in zijn mond. Ja, kom op. Kijk, hij zegt ja, je moet ze proeven, je moet ze proeven. Dat doet de karp ook. Weet je wat hij daarna zegt? Hij zegt ja, kom een wedstrijdje doen. Verliezen eet drie bollen op. Ik heb in Frankrijk vorige keer verloren met die challenge. Het is een thuiswater en ik ben alweer helemaal bang dat ik ga verliezen. Dus ik weet nog niet of ik ermee in zee ga. Maar ik kan eigenlijk niet skippen. Dus we gaan het gewoon doen. Ja. De verliezer eet drie hele Tijgernet Crush bollen op. Ik vind het best. Ik niet, maar ja. Oké. Okay. Ja toch, deze jongens. Het eerste hengeltje gaat erin. En we gaan hem mooi onder de takken daar zo vissen. Ik moet al naar kijken, die kleutzak. Ik denk, daar komt een voedsel voor vanavond. Maar hopen dat de karp het ook lekker vinden. Zo. Hallo mensen, mijn rig gaat ook te water. Ik heb hier een 15 mm bol. En ik ga hier een beetje bijvoeren. En een beetje crushen. Gaat hij zo ten water. Kijk. Dus mijn rug. Vissen met het DT knikje. Je weet hem wel. Ja, Daniel Tielink. Ja. En met de 15 mm bol. Ja, dit is hem. Kijk. Ja, ook met tweede rig. Eigenlijk hetzelfde rig. Hetzelfde systeem. Helikoptersysteem. Alleen het aas is anders. Ik heb namelijk een grote zwarte XXL tijgernoten aangehangen. En één enkele noot. Niet te gek. Dan gaan we ze mee verleiden. Ja jongens, een keertje wat anders dan wat burgers. Een lekker pastaatje, niet vers gekookt, gewoon uit een opwarmpakkie. Gaan we eens even smullen. Inmiddels is het lekker gezellig op de stek. Daar achter de boom zit ook nog iemand. En is het voor de rest ook nog heel stil. Maar dat gaat helemaal goed komen. Goede bak uitkomen. Ja, half uurtje. Altijd tijdens het eten, dan gaat hij af. Ja. Kijk, jongens. Ik ben een beetje onzeker, we hebben al een paar uurtjes niks gevangen. Dus voor mijn gevoel moet er gewoon wat meer voeren. Dus wat ik ga doen, ik heb even wat gekruste bollen. Kant-en-klare zakken van tijgernotenkoop.nl.
zwarte tijgenoten en wat, hoe heet dat ding? De premium paardcom mix door elkaar heen gegooid. En dan krijg je een lekker voertje, eigenlijk allemaal kleine deeltjes. Niet heel veel grote delen. En dan ga ik gewoon even twee schepjes onder de bomen gooien waar de hengels liggen. Er zit ook al meerkoet alles op te vreten, dus ligt ze tenminste weer spot aan. Ligt een beetje voer verspreid. Let's go. Jongens, het is bijna nacht. Ik kreeg te horen, ja, binnen een half uurtje gaan we het vangen. Maar dat is helaas nog niet gebeurd. Maar tussen 9 en 12 gaan we sowieso een visje vangen. Dus dat is het idee. Het wordt nu licht donker. En ik denk dat het volgende shot is dat we met een kromme hengel staan. Dus tot zo. Kijk eens even, ziet dat er lekker uit? Hoe smaakt zeker dat? Ja, jij zit al lekker te kanen, hè? Ja, moet ook. Daarom is het ook. Kijk, lekker patatje. Ja, zeker. Shout-out naar de moeders. Moeders altijd goed, hè? Kijk, fantastisch. Het, hoort erbij. Hallo, lekker. Moeders, betaald, hoor. Moeders en vaders, helemaal top. Kijk, lekker, man. Ja, man. Eet ze. Ik breng echt ongeluk, hè? Ja, je bent echt ongeluk. Wat gebeurt er nou? Ik los er een. Nee, joh. Ja. En je zei net nog dat je nooit dat loste. Jij bent gewoon ongeluk voor. Niks met je rig gebeurd? Nee, hij zit er nog tip-top in orde uit. Kijk, jammer, man. Ja, dat gebeurt ook. Hoort erbij, hè? Het blijft vissen en geen vangen. Dat klopt. Maar wel baal. We hebben vandaag en nacht nog niks gevangen. Eentje gelost net, maar ja, dat hoort er ook bij. We gaan nu lekker het bedje in. En hopen dat we vannacht lekker wakker worden gemaakt door een harde run. Dus ja, dat zien we wel. En de volgende shot is denk ik dat wij met een kombe top staan. Zo en, is dat. Ja, precies. En dan komt dat vast wel goed. Yes. Right. Slaap lekker en slaap lekker. Vannacht moeten, maar ik ga wel meer vangen, want ik ga geen bullies eten, dat jongen. Denk je? Ja. Nou, we zullen het wel zien. We zullen het zien, we zullen het zien. Yo. Kijk eens, gekke huis. Hij is eindelijk afgelopen. Juist. De hengel van net, hè? Ja. Die ook ging. Ah, kijk, ik ga gelijk even schermis pakken. Hij is wel heel mooi hier. Het is wel fris. Ja, het is echt fris. Ik ga gewoon lekker in een warme beetje. Ja, ik lag ook al wat van. Het werd tijd, hè? Het werd tijd. Het is zeker tijd. Laat gezet. Half twee. Ja, het wordt echt tijd. Ja, mensen, het is eindelijk afgelopen. Deze prachtige schub liep er net vandoor. Op de hengel, ja, ik er al een vis had opgelost. Het werd tijd, want het is nu al 3 uur, rond 2. Nou, half 2 is het. Oh, wat half 2. En ja, deze mooie schub is net vanaf gelopen. Denk een kilootje of 13 of zo. Ja, mooie vis hoor. Nee, helemaal niet gek. Nee. Helemaal niet gek. Nou, lekker, man. Ga even mooie foto's maken. Worden bollies eten morgen. Ja, ja, komt goed, komt goed, komt goed. Oeh, andere kant op, maat. Ja. Kijk, daar gaat ie. Wel mooi met dat helder water, zo. Later. Ja, jongen, sta je voor, hè? Ik voel die bullies nu al een beetje opkomen. Ja? Ik heb meer zin in een eitje morgenochtend. Worden toch denk ik bullies? Nou, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Oké, dan gauw dat hengeltje erin. Ja. En dan weer eentje vormen. Zo is dat. Goedemorgen, jongens. Welkom bij het DW Plankers Team. Het is echt niet best, hoor. Helaas is het na die vis gewoon helemaal stil gebleven. Foute boel. En toen zei ik met mijn grote bond, ja, we gaan vroeg wekkertje zetten, kunnen die hengels opnieuw uitvaren. Ja, het was koud, man, vannacht. Echt koud. Dus ik lag lekker in mijn warme bedje. Toen draaide ik me nog een keer om, toen draaide ik me nog een keer om. Toen draaide ik me nog een keer om. Toen was het inmiddels 9:30. Dus we zijn er eindelijk een keertje uitgekomen. We gaan gauw die hengeltjes even opnieuw even uitvaren, andere plekjes bevissen.
zonnetje komt nu ook door. Sommige plekken komen nu lekker in de zon te liggen. Dus we gaan even kijken of we toch nog een visje kunnen prikken in de ochtend. Zou mooi zijn. Zo jongens, het bootje die gaat er weer in. Zoals je ziet, geen enkele hele bol erin. Heel klein beetje particles en alleen een haakaasje met het kurkje erin. Ja, we vissen nog maar een paar uurtjes. Dus als de vis ligt, moet hij gewoon gelijk dat haakaas vinden. We gaan stekjes bevissen die echt heel erg in de zon liggen. Vannacht was het denk ik echt maar 5 graden of zo. Het was echt fucking koud. En de afgelopen week is het alleen maar 30 graden geweest. Dus misschien dat de vis een beetje van slag is geraakt. Ja. Hopen dat ze het dus wel overdag doen. En gauw maar even die hengel weer opnieuw uitvaren. Nou, gisteren heb ik die aan de kant ook nog een klein beetje gevoerd. Ik zie helemaal niks meer liggen. Er staat niet heel veel water. Ik ga gewoon netjes een vis inleggen. Zo jongens, het is tijd voor een overlekker heerlijk eitje. Nou, als de karpers niet willen bijten, moet je het zelf maar doen. Net heb ik even de luchtdruk gecheckt en het zegt al 2 dagen rond de 1030. Gisteren natuurlijk ook in Brabant slecht gevangen en nu weer. Helaas blijft hij ook nog wel voor 3 dagen hoog. Ik hoop niet dat deze trend zich doorzet met al dat geplank. Maar 1 visje vannacht, nu dus even de hengels weer opnieuw ingelegd. Dus we gaan dus even een lekker eitje bakken. Ik ook aan de eiwitten denken. En dan zo meteen maar weer naar de volgende stek, hè. Het kan allemaal snel gaan. Ja, jongens. Het is zover. De verliezer. Die moest 3 bonies eten. Nou ben ik de verliezer. En moet ik dus 3 bonies eten. Gewoon op 1 kort klein kutnachtje. Dat is echt een slechte deal. Ik heb ze hier zo. Ik heb er geen zin in. Ik ga ze denk ik allemaal tegelijk maar gewoon in mijn mond stoppen. Echt vies is dat, hè. Zal ik ze gewoon alle 3 tegelijk in mijn mond doen? Godverdomme gek. Oh. Ah, ik ga helemaal janken, joh. Godverdomme. Zo. Nou, ik snap niet wat... Ik snap niet wat die karpers er lekker aan vinden. Zo, ik ging echt bijna kotsen. Zag je dat? Ja. Oh. Nou. Dus jongens. Om jezelf te motiveren. Sluit gewoon zo'n weddenschap af. Want dit wil je niet verliezen. Gadverdamme. En toen ging in één keer die andere er vandoor. Hij zit wel vast. Nou, wat een gekhuis jongens. Ik zit nog bij dat kots van die bolies en deze man die krijgt gewoon beet. Zit hij vast? Ah, even een zwembroekje aan. Heb je zwembroek bij? Nee. Niet? Terwijl je hem echt gelijk had, hè? Ja. Ja, vaag. Nou, hopen dat hij eruit komt. Ah, daar hebben we hem. Waar is de vis nou? Ja, die is verspild. Helaas, hij zat zo vast in de takken. Jij was er nog heen gegaan. Ja, ik heb even het waterpakje aangetrokken. Maar die vis had zichzelf zo vast gezwommen dat het zou lekker gaan als hij nu weer afgaat. Maar de vis had zich zo erg vast gezwommen dat het niet meer eruit te krijgen was. Nee, ja, ik heb gelukkig de haak alles wel op kunnen, maar de vis was eraf. Helaas. Dus daar zo tussen de takken stond ik lekker te baggeren. Toen liep ik op de terugweg en wat ik toen zag was echt iets van 20 vissen hier aan de oppervlakte. Nou, dan zullen het DW niet zijn als we ze toch gewoon gaan proberen te vangen. Eigenlijk zou ik aan huis gaan. Kijk eens wat ik aan mijn haak heb gewonden. Een beetje nep schuim vliegachtige dingen. We gaan met de drone en dan gaan we met de voerboot hem achter de vissen uitvaren. Dan boven de vis trekken en hopen dat eentje denkt van oh, wat is dat voor leuks. Ik ga het gewoon proberen. Ja jongens, inmiddels zijn we alweer lekker aan het opruimen.
Zeker. Helaas, de kosten werd hem niet. Zonnetje trok weg. Vis die schoot alle kanten op. Wel mooie droombeelden, hè, van die zeker, vis. Zeker, dat wel, dat wel. Dus dat is weer mooi. En ja joh, we zijn bijna klaar. Het is wat. Ah, ja. Toch een vissen gevangen, hè? Toch een vissen. En jullie hebben mijn bolies in eten. Wat wil je nog meer? Zo. Die kan weer dicht. En die kan ook weer dicht. Het was hem weer, jongens. Vond je de video leuk? Duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Volgende week zijn we terug met de provincie Overijssel, jongens. Let's go.